Kerstmis komt eraan. De wedergeboorte van het licht is al hier. We zijn 21 december. Even op de kalender hier kijken. 2017. Als ik terugkijk op de afgelopen 16 jaar, dan zie ik mezelf als iemand die eerst werd gezien als compleet knettergek, omdat ik geloofde in conspiracies. Dan een hele omweg via psychiatrieën, want je mag daar niet geloven. De CIA heeft dat goed geplot in een tijd, maar dat komt nu allemaal aan het licht. John Nash geloofde daar ook in. Is heel hard misbruikt geweest door de farma-industrie, want daar zijn ze goed in. Geld pakken van mensen op hun kap. Dan kwam David Icke met zijn verhaal. Dat we dan blijkbaar toch zo gek niet zijn. Peter Verheeken sprong mee op de boot. Marcel Messing doet geweldig werk. Ik kom mensen tegen, engelen op straten, die mij zeggen, maar dat scheelt helemaal niks met u. Dus mijn wens is dat iedereen in 2018 verlicht, vrij en gelukkig kan zijn. En ik ga daar zelf ook voor gaan. Ik ga muziek maken. Ik sla een nieuw pad in mijn leven. En ik ga waarschijnlijk stage doen in Mechelen. En ik kan een hoofdstuk afsluiten. Ik denk, zoals Peter ook zei, het ergste is achter de rug. En de rest zal zich wel vertrekken. Ik hou alleen mijn hart vast in 2018 dat er geen wereldoorlog van komt. Maar er zullen wel genoeg krachten zijn in de wereld. En ik denk dan vooral aan Poetin, bijvoorbeeld, die dat kunnen tegenhouden. Dat is mijn wens. Vrede op aarde. Salut.